Tom. Eerste wedstrijd weer na 10 maanden stilgelegen te hebben. Als ik zo aankijk, denk ik van, het was niet zo zwaar. Oh, dat viel niet mee. Nee, het gras was ontzettend lang. Nou ja, we hebben 10 maanden niks gedaan. We hadden wel een keer of 6 getraind. Maar goh, als je dan voor het eerst weer moet, dan valt het toch wat tegen, eerlijk gezegd. Ja, als je dan de wedstrijd kijkt, denk je van op een gegeven moment, wedstrijdritme, ja, dat heb je niet. Zij hebben 4-5 wedstrijden gevoetbald, heb ik gehoord. Dus, en als ik dan verschil zie, denk ik van, wow, zit potentie genoeg in. Ah, ik denk dat we in het begin wel een beetje moeite hadden om aan te pikken. Je zag dat Heugel gewoon gelijk de volle opging en wij konden er niet helemaal in mee. Maar op een gegeven moment, ja, dan gaat het prima en laat je het balletje rondgaan en dan wil het steeds beter. Ja, en ik, ja, weet je, het team is exact gelijk gebleven met vorig jaar, dus je kent elkaar al. Nou, 2 jaar al heb je niet zo heel veel wedstrijden gevoetbald, maar ja, je ziet dat je eigenlijk voorbeduurt op de voorgaande jaren. Ja, kom je op een gegeven moment 1-0 voor, 1-1, 2-1 achter. Op het laatste kom je nog terug, win je de wedstrijd met 3-2. Dat neem je toch even mee in zo'n oefenwedstrijd. Volgende week dinsdagavond oefenwedstrijd, dan volgende week beker nog een oefenwedstrijd en dan hebben we nog 2 bekerwedstrijden en dan gaan we naar Oost. Gevoelens erbij, gedachten erbij? Ja, we gaan het zien. Nieuwe competitie. Gelukkig alles wat dichterbij. Dus dan hoop ik ook dat we wat meer volk uit het klooster aan de lijn hebben. Maar ja, ik weet het niet. Ik bedoel, over het algemeen zeggen ze dat Oost net wat beter is. Maar ja, ik heb er niet zoveel gevoel bij. Volgende week zaterdag gaan we weer. Ik denk dat we dan weer zijn. Bedankt voor de mooie wedstrijd. Mooie wedstrijd. Kan beter, maar wel een lekker begin. We hebben weer lekker gevoetbald. We hebben weer genoten dat we langs de kant mochten staan. Nou, wij dat wij in het veld stonden en met volk aan de lijn. Tom, tot volgende week. Doei, ja. Edwin, eerste wedstrijd na 10 maanden. Bijna niks gedaan te hebben. Wat vond je er zelf van? Ja, kijk, je geeft het al aan. 10 maanden niet gevoetbald, geen oefenwedstrijd gespeeld hebben. Dus ja, ik heb ook tegen de jongens gezegd, het enige wat je moet doen is gewoon, je moet blij zijn dat je weer een wedstrijd mag spelen. Dat moet je als hoofdpunt nemen, dus dat hebben ze ook gedaan. Begin lastig, kijk, QVC 4-5 wedstrijden al gevoetbald, dat zag je ook. Op een gegeven moment kom je voor met 1-0, er zaten leuke momenten in. Ja, de eerste 20 minuten, 25 minuten en dan gaan we ze in de rust ook aan, dat was even zoeken. Wat ik net ook al aangaf, heel lang niet gespeeld en na een half uur kom je wat beter in het spel. En ja, goed, je maakt dan een 1-0. Ja. Dat is leuk, op dit moment is gewoon even het conditionele is even een aspect wat je moet oppakken. En het voetballende gedeelte moet je weer aan wennen. En dat zag je wel terug, met name in de eerste helft. Ja, nou, nog even kijken, uitslag maakt ook geen ene uit. Maar dan zie je dus dat je 2-1 achter staat, dat je het laatste 10 minuten, een kwartier, toch weer over de streep trekt. Denken van, ja, conditioneel, hun en wij, denken van, zij hebben meer wedstrijdritme, wij niet. Dat we dan dit toch laten zien, ik denk dat het toch een heel positief punt is. Ja, kijk, we hebben nu totaal, ik geloof, 8 trainingen gehad. En op die 8 trainingen had je 14, 15 man tot je beschikking. Dus in die 8 trainingen kun je aardig wat doen. En dat zie je dan wel terugkomen in het laatste kwartier wat je net aangeeft. Ja, dat je nog, dat die jongens, die 3 jongens die je dan nog weer invalt, dat die nog wel weer power over hebben om dat om te zetten in een voorsprong. Gaan we nog een paar oefenwedstrijden voetballen, een paar bekerwedstrijden en dan gaan we naar Oost. Wat is daar je gevoel bij? Ja, nee, nou, voor mij natuurlijk leuk. Hè. Ik zie heel veel bekenden weer terug in Oost. Voor de club is het leuk dat we niet zo ver meer weg hoeven. Waardoor ik met name ook voor de supporters ben ik wel blij. Want ik denk dat dat ook wel een vereiste is voor hun om dan om een keer een wedstrijd te bezoeken van ons. Hè. Dat konden ze de afgelopen 2 jaar niet. En ik denk dat dat wel een leuk item is. Voor ons is het een hele nieuwe uitdaging. Het wordt hoger aangeschreven dan het noorden, wat men zegt. Ja, dat moeten we ervaren. Waar ik wel blij mee ben, is dat er vandaag wel een team tegen ons heeft gespeeld die fysiek is. Wat dingen heeft gebracht. En dat zag je wel duidelijk. En ik verwacht dat daar in Oost ook wel wat meer fysieke tegenstand zal komen. Voetballend misschien ook wel hoger, maar ja, goed, dat moeten we zien. Vroeger was het Oost meer voetballend en Noord meer fysiek. Ja. En ik denk dat, als ik zo naar de ploeg kijk, denk dat we meer voetballende ploegen tegen ons kunnen hebben. Dat we beter tot ons recht komen dan fysieke ploegen. Ja, nee, maar goed. Maar kijk, ik weet ook van, er zijn ook een aantal ploegen die ook in het dorpje zijn.
die ook fysiek kunnen voetballen. We hebben hier ook Zere Broek bijvoorbeeld gehad. Ja, daar zijn ook jongens in die fysiek hanteren. Voetballend kunnen we het. Maar ja, als wij het fysiek niet hebben, dan moet je het op een andere manier doen. Dan moet je het wel met snelle balbehandeling moet je dat doen. Aannemen, spelen en weer door. En dat, vanmiddag zag je duidelijk dat die jongens daar wat korter op zaten. Nou ja, dat is een mooi leermoment. We kijken volgende week verder, Edwin. Naar de voorbereiding. We spreken elkaar weer. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Graag gedaan.